Ik heet ook welkom en daar ben ik heel erg trots op dat ze er zijn. Want ze zeggen het wel, maar ze hebben het zo druk dat ze er vaak niet zijn. Erika Terpstra en André Bolhuis. Het heden en de toekomst zo dicht bij elkaar. En dat jullie hier vanavond willen zijn. En dan zeg ik toch een hartelijk applaus, Erika. En jullie bedanken. Ik ben hier. Bij de Oval is zo'n persoon die zegt dan... Go, go, go. En dan doet het publiek iets. Wij doen dat op een simpele manier. Hip, hip, hip. Maar ja, jullie gaan nu eventjes een gigantisch uit het dak applaus geven voor Elma. Elma. Bobo's en Olympische sporters. Drenthe komt naar jullie toe. En het kasteel waar u zich nu bevindt is ons kasteel van Coevorden. En het is terug te vinden bij de vlag van Drenthe. Ja, ik ben zeer verheugd dat ik, Erika, aan jou, ik mag Erika zeggen, dat ik aan jou ons Drents Olympisch plan mag overhandigen. En dat vind ik echt een hele grote eer. En ik vind ook dat ik dat aan jouw opvolger moet doen. Want uiteindelijk, jouw opvolger gaat strijken met de eer, de grondslagen die jij al hebt gelegd. De bouwstenen om inderdaad Drenthe 2028. Wij willen ervoor zorgen dat wij in Nederland de Olympische Spelen krijgen. Wij hoeven niet in Drenthe de Olympische Spelen. Dat wil ik ook even rechtzetten. Nee, wij willen ervoor zorgen dat we draagvlak creëren. Want dat is volgens mij heel hard nodig. Draagvlak in Nederland om te beginnen in Drenthe. En ik voel me ook verplicht om samen met alle andere provincies, andere collega's, en ik heb ze bijna zover, dames en heren, dat iedereen vindt dat er een Olympisch plan per provincie moet komen, om daarmee ervoor te zorgen dat wij een fantastische Olympische Spelen in 2028 krijgen en dat wij in 2016 echt die kandidatuur waar zullen maken. En u mag echt van mij geloven, ze zijn langzamerhand een beetje jaloers, de jongens en meisjes in die provincie. Hoe hebben jullie dat versierd? Nou, dat hebben wij dus zo gedaan. En het is mij een hele grote eer om dat aan jullie te mogen overhandigen. Omdat we het wel belangrijk vinden dat er iemand dit kasteel net zo mooi vindt als wij het in Coevorden vinden. Maar trots en ambitie kenschetst niet alleen mijn positie hier vanavond, maar zeker ook die van al die Coevordenaren die hier vanavond zijn als het resultaat van een traject van de afgelopen 4 jaren.